Beeld. Wat is dat eigenlijk? Nee, nee, dat bedoel ik niet. Dat weet je best. Een beeld is een opname van een moment. Misschien heb je de term iets in beeld brengen wel eens gehoord. Beelden vertellen een verhaal zonder daarvoor woorden te gebruiken. Wanneer je een beeld ziet, bijvoorbeeld in een foto of een film, dan denk je er vaak niet over na dat zo'n beeld door iemand is bedacht. De maker denkt na over het onderwerp van het beeld en beslist hoe dit eruit komt te zien. Hij bepaalt uiteindelijk wat jij ziet en dat is niet per se het beeld zoals dat echt gebeurd is. Een foto op een website of een beeld op televisie lijkt vaak de waarheid, maar is dus het resultaat van iemand die bepaalde keuzes heeft gemaakt. En dat kan op een aantal manieren. De fotograaf of cameraman beslist hoeveel er van het onderwerp te zien is. Dat heet in vaktaal welk kader er gebruikt wordt. Kader, wat is dat dan? Kader is eigenlijk een ander woord voor rand. Als je de kadrering van een foto of filmbeeld bepaalt, betekent dat dus in gewone woorden dat je beslist waar de rand van de foto komt. Komt een persoon er helemaal op te staan of laat je alleen een stukje van het gezicht zien? Vaak is het zo dat hoe meer je van het onderwerp kan zien, hoe meer informatie je krijgt. Kijk maar. Wat is deze man aan het doen? Rent hij weg voor de politie? Is hij aan het gewicht heffen? Heeft hij erge pijn? Of zit hij te poepen? Als je alleen zijn gezicht ziet, weet je dat niet. Maar in een totaalbeeld zie je dat hij een doelpunt scoort. Soms wil je alles laten zien. Maar het kan juist heel spannend zijn om niet de hele persoon te zien, maar juist een klein stukje van de persoon. Zo blijft er meer te raden over. En daardoor kan je je eigen verhaal bij het beeld bedenken. Naast het kader heb je ook het standpunt. Wat is een standpunt nou weer? Standpunt betekent letterlijk waar de maker staat ten opzichte van het onderwerp dat in beeld komt. Bijvoorbeeld op welke hoogte de camera staat. Als de camera heel hoog staat boven het onderwerp, dan lijkt alles in beeld klein. Kleiner dan het in werkelijkheid is. Daar kun je mee spelen. Door van heel hoog een foto te maken of te filmen, kun je iemand heel klein laten lijken. Dat heet vogelvluchtperspectief. Omdat je als een vogel hoog over het onderwerp van de foto vliegt. Het omgekeerde is ook mogelijk. Een heel laag standpunt laat dat wat je in beeld brengt heel groot lijken. Zo kan je iemand die klein is groter laten lijken en de indruk wekken dat die persoon heel machtig is. Dit heet kickforce perspectief. Druk op de knop, probeer het zelf. En zie hoe het beeld verandert als je speelt met het standpunt en het kader.